Gedurende de totale lockdown, die geldt tot en met 18 juni, mogen personen alleen uit huis om inkopen te doen of voor medische hulp. Het vaccinatieproces zal wel normaal doorgaan tijdens de lockdown. De supermarkten zullen open zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat per huishouden slechts één persoon inkopen mag gaan doen. De navolgende sectoren zijn dagelijks open onder strikte naleving van de protocollen. De vaccinatie- en zorgposten, voedselproducenten en distributeurs, de extractieve industrie, dus de grootmaatschappijen en de essentiële diensten en groepen, zoals reeds eerder is aangegeven en uitgewerkt in het presidentieel besluit. Ik wil even aangeven dat de genoemde sectoren die open zijn op de maandag, woensdag en vrijdag geopend zijn tussen 8 uur 's morgens en 4 uur 's middags. De bewindsman benadrukt dat het alcoholgebruik voor winkels en supermarkten niet is toegestaan. Daarnaast mag men zich ook niet onnodig ophouden bij deze locaties. We hebben de komende periode slechts 3 dagen in de week de mogelijkheid om onze inkopen te doen bij de supermarkten. Maak uw gedegen planning. Houdt u zich niet op en doet u essentiële inkopen, doet u het zo effectief mogelijk en ga maar met 1 persoon. Als u onnodig rond de winkels en supermarkten zou blijven, daar zal de minister van Justitie en Politie zo meteen dieper op ingaan. Met betrekking tot de markten, alle markten zijn gesloten en vanwege de totale lockdown zal het dus ook niet mogelijk zijn om in groente en fruit langs de straat aan te bieden. Helaas. Voor alle winkels die onder voorbehoud open mogen, geldt het volgende. Maximaal 10 klanten simultaan in de zaak, met uitzondering van winkelpersoneel. Uitsluitend volwassenen mogen boodschappen doen. En nogmaals, volwassenen boven 18 jaar. Er mag per gezin slechts 1 volwassen persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens de maatregelen zijn opengesteld. Er zal strenge handhaving plaatsvinden en bij het niet naleven van deze protocollen en maatregelen zullen de bedrijfsvergunningen ingetrokken worden. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat de COVID-situatie in het land onbeheersbaar is geworden.